Aan de weg van Delft naar de Lier ligt het oude kerkdorp Twoud. Een bekende plaats in deze regio, maar ook wel daarbuiten. Twoud ligt daar al meer dan 700 jaar, maar is op een andere plaats begonnen. Namelijk achter in de polder in de richting van de Zwet. Rond het jaar 1000 vestigden zich daar de eerste bewoners. Het waren boeren. Boeren die vooral schapen hielden. In het Twoudse deel werden ze verrast door hoogwater. De Lee kwam met overstromingen ver het land in en dat betekende mensen kregen natte voeten en moesten iets verzinnen om toch te kunnen overleven. En ze legden daarvoor terpen aan. En die terpen zijn voor een groot gedeelte bewaard gebleven. We zien ze hier achter. Dit is wel de hoogste, is ook het langst bewoond gebleven. De ouderdom van de terpen kunnen we bepalen met behulp van het gevonden aardewerk. Soms toevallig gevonden, als de boer werkzaamheden op het land verricht. Ook wel eens door mollen naar boven gebracht. Deze scherfjes pasten aan elkaar en leiden uiteindelijk tot een pot uit de 13e eeuw. Hier ziet u de onderkant van de pot met de vingerafdrukken van een mens. Dus ik heb een stukje aardewerk nu in handen van 700 jaar geleden. U denkt te maken te hebben met een bijna hele pot, maar de kijker wordt gefopt. De achterkant ontbreekt. Die zit nog in de grond en daar moet het ook maar blijven. De meeste terpen die verdwenen in de 13e, 14e eeuw. Mensen verhuisden en die mensen gingen dan naar een kleibaan waar inmiddels ook andere boerderijen op gesticht werden. En waar ook het kerkje op staat. Dat is de huidige woonplaats. Maar Twoud is dus, rond het jaar 1000, een stukje verder in de polder ooit begonnen. Aan de drukke verkeersweg van Delft naar het Westland vindt men onder de gemeente Schipluiden het oude kerkdorp Het Woud. Omsloten door de Westlandse kassen en de steden Delft, Rijswijk en Den Haag ligt de kleine woonkern zelf nog te midden van het karakteristieke groen van het polderlandschap van Midden-Delfland. Het Midden-Delflands landschap ligt als een oase van rust, ruimte en boerenleven midden in een van de drukste gebieden van Zuid-Holland. Buurtschap Het Woud ligt uniek verborgen in de groene oase van de boomrijke omgeving. Juist daarin schuilt in de 21ste eeuw de uitdaging. Gezamenlijk, als een goed beheerder, te zorgen dat het historisch erfgoed niet verloren zal gaan. Een van de meest gestelde vragen hier op Het Woud is, waarom is het kerkdorp altijd zo klein gebleven? Hier zijn twee verklaringen voor. In de eerste plaats de ondergrond. Het Woud ligt op een dichtgeslipte rivierarm. En dat patroon heeft feitelijk ook de bebouwing bepaald. Het is een lint. Tweede reden is dat de boeren hier hun land uitgaven aan de oudste zoon. Dat betekent dat het land niet verdeeld werd, kwamen ook niet meer huizen bij. De andere kinderen kregen een erfdeel in geld mee. En die moesten hun geluk ook elders uitzoeken. De betekenis van de naam Twoud heeft ook met de ondergrond te maken. Klei, zand, stevige ondergrond, daar konden hoge bomen op groeien zoals eiken, beuken en berken. In de omgeving lag voornamelijk veengrond en op die veengrond groeiden elzen en wilgen. Laaghout. Dus als je van ver in de middeleeuwen naar deze streek kwam, zag je een woudachtige zone. En dat is de betekenis van de naam Het Woud. We staan hier voor de oudste boerderij van Het Woud, de Hofwoning. Oud blijkt onder andere uit het feit dat de kerklaan oorspronkelijk bij deze boerderij hoorde. Dat was tot de 50e jaren van de vorige eeuw het geval. De stenen laten zien hoe oud deze boerderij is. De grote, wat grove stenen zijn nog uit de 16e eeuw, begin van de 16e eeuw. En u ziet ook een uitbreiding rechts. Dat is een uitbreiding van begin 1700. Het voorhuis van de Hofwoning is de plaats waar van ouds de boter en de kaas geproduceerd werd. Dat gebeurde dus in dit gedeelte van de boerderij. Een mooie illustratie daarvan is dat de toegang op de juiste plaats nog zit. Als je hier naar binnen gaat, kun je met een trapje naar boven toe naar de opkamer. En op de opkamer daar lagen de kazen te rijpen. Hetzelfde trapje kun je optillen en dan ga je met een trapje beneden naar de kelder en daar werd de boter bereid. In het begin van de 20e eeuw stopte men op deze boerderij met het produceren van boter en kaas.
De melk werd verzameld in melkbussen en koel neergezet in een melkhuisje waarvan we de restanten hier nog terugzien. En van hieruit werd dan de melk opgehaald door het ophaalbedrijf en de melk ging dan naar de melkfabriek om verder verwerkt te worden. We zitten hier in de ruime woonkamer van de Hofwoning. Het bijzondere van deze boerderij is dat de bewoners van zo'n 600 jaar geleden tot nu kunnen volgen. Van ouds was dit de woonplaats van de familie van den Burg. Na de van den Burg volgde de familie Korszoon van Vliet, inderdaad uit Westland. Daarna kwam hier de familie Dijkshoorn, die opgevolgd werd door de familie van den Kooi. Van den Kooi hebben hier erg lang gewoond, wel een paar eeuwen. Van één persoon weten we ontzettend veel, dat is Gabriël Jacobszoon van den Kooi. Hij was niet alleen boer, hij was ook nog kerkbestuurder. Hij was ambachtsbestuurder. Hij deed de administratie van familieleden. En hij had een bijzondere hoge functie. Hij was namelijk ook rechter in de hoge vierschaar van Delfland. Het was dus een ontwikkelde boer. Uiteraard had hij op zijn boerderij de nodige knechten en meiden die het werk deden. Na van de familie van den Kooi kwam hier de familie van Woerden. En deze familie heeft hier gewoond tot 2008. Was ook de laatste boerenfamilie. Vanaf dat jaar is de boerderij gekocht door de familie Koppert van Adichem uit het Westland. En die hebben het hele gebouw, zowel exterieur als interieur, volledig gerestaureerd. En dat is heel dapper, want het is een geweldige klus geweest. Maar we zien hier het resultaat, onder andere in deze vrij gerestaureerde kamer. Dit is de Lindenhoeve, de tweede grote boerderij van 't Woud, gebouwd in 1665 in opdracht van Arend Blasius Dijkshoorn, een zoon van een boer die op de Hofwoning zat. Na de familie Dijkshoorn kwam hier de familie De Jong te wonen, twee boerengeslachten. Sinds de jaren eind 70 is deze boerderij niet meer gebruikt als boerenbedrijf. In 2004 vertrok zich hier een ramp, want toen verbrandde deze boerderij door blikseminslag. Maar ook hier hadden de bewoners lef om hem opnieuw te laten oprichten. Prachtig gerestaureerd, ook weer uit de tijd van de familie Dijkshoorn. Let op de versieringen in de gevel met hartmotieven. Dat moet de rijkdom van die familie uitstralen. Ook elders vinden we nog het jaartal 1665 terug in deze boerderij. Het heeft de klassieke vorm behouden. We zien het nog hier ook de grote opkamer. We zien eenzelfde opkamer nog steeds een derde boerderij uit 1893, tegenwoordig bij het restaurant De Hooiberg. Het was precies tot de tijd dat er nog boter en kaas op 't Woud werd gemaakt. Vorig jaar verscheen dit boek, 't Woud, de rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland. Dat het rijke geschiedenis is, dat kun je zien aan de dikte van het boek. Maar nu het kleinste dorp van Nederland. Kun je dat hard maken? Ik heb twee bronnen. De eerste bron is de VPRO. De VPRO heeft een uitzending gemaakt over Nederland van boven. En in dat programma beweren ze heel duidelijk dat 't Woud echt het kleinste dorp van Nederland is. Er zat research achter, dus het zal wel zo zijn. Maar we kunnen het ook op een andere manier aantonen. Een dorp is een plaats met een kerk, een pastorie, een schoolhuis, een herberg, ik sta ervoor, dat witte gebouw, wat kleine arbeidershuisjes, een drietal boerderijen, een werkje en een heus dorpspleintje. We staan hier nu voor de herberg, voormalige herberg moet ik zeggen. Hier hing eens een uithangbord, het groene woud al hier, jenever, brood en bier. In de 17e en 18e eeuw kon je hier dus terecht voor een drankje. Je kon hier ook terecht voor vergaderingen. Heel lang is deze plaats gebruikt voor poldervergaderingen bijvoorbeeld. Toen de herberg buiten gebruik kwam,
Toen werd het een woonhuis van een knechtenfamilie, de familie Botbijl. En volgens overlevering moest vader Botbijl een paar maal per jaar zijn huiskamer beschikbaar stellen voor de poldervergaderingen. Maar er hoorde nog iets bij. De familie Botbijl moest voor de vergaderingen zorgen voor een goede fles jenever. Want vergaderen ging altijd gecombineerd met een sterk drankje. Voor de reformatie was er al een schoolhuis in het woud. Dat betekent, voor 1572 werd hier op deze plaats al onderwijs gegeven. Dat is heel bijzonder. Het onderwijs stond direct onder toezicht van de kerk. Letterlijk staat ook het schoolhuis in de schaduw van de kerk. De schoolmeesters waren trouwens niet alleen schoolmeester. Ze waren ook koster, doodgraver, voorlezer, voorzanger. En het was nog niet eens altijd genoeg om voldoende te verdienen. We weten van Pieter Schipper dat hij ook taxateur was, boekhouder voor verschillende boerenbedrijven. En dat is zijn ondergang geworden, want hij liet zich ook wel eens uitbetalen in sterke drank. Dus dat betekende dat de kinderen hem dronken voor de school aantroffen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot zijn afzetting. En het is niet goed met hem afgelopen, want kort daarna verdronk hij in een beschonken toestand van een brug in Den Hoorn. Waar de eeuwigheid hem vervolgens toeriep, zo schreef de dominee in het kerkregister. Na Pieter Schipper is het met het onderwijs weer een stuk beter gegaan. Er was behoefte aan een nieuw schoolhuis en dat staat hier. En de eerste steen werd gelegd door Margarethe Troost, de dochter van de nieuwe schoolmeester. Alle mensen die Troost heten en in het Westland wonen, stammen van deze schoolmeester af. Tot 1874 is dit gebouwtje onderwijs gegeven en daarna vertrok men naar Den Hoorn. En daar staat nog altijd de protestantse school. De tekst op de steen in de voorgevel van het schoolhuis luidt als volgt. Dit nieuw woon- en schoolhuis is uit verscheiden liefdegraven verzameld door de predikant Meinardus Ruys. Gebouwd onder opzicht van de kerkmeester Gabriel Jacobszoon van de Kooi in het jaar 1772. Zijnde de eerste steen gelegd door de schoolmeestersdochter Margaretha Troost, oud 3 jaar. We lopen hier in de tuin van de voormalige pastorie van de kerk van 't Woud. De pastorie hoort uiteraard van ouds bij een kerk. We weten over één predikant heel veel, dat is dominee Venacolius. Eigenlijk heette die gewoon Venneco, maar hij heeft zijn naam in het Latijns overgebracht, want dat klinkt veel deftiger. Deze man was zeer geleerd, hij was onder andere ook co-rector van de Latijnse school in Delft. En hij heeft in de tijd dat hij in 't Woud werkte, heeft hij ook nog verschillende boeken geschreven. Waaronder hier een boek, een vertaling van Tacitus. Van deze dominee is nog een ander verhaal bekend. Hij heeft een manuscript nagelaten uit de tijd dat hij predikant in 't Woud was. Hij heeft namelijk deze tuin helemaal opgeknapt. En hij heeft een prachtige beschrijving gegeven wat hier allemaal groeide en bloeide. Zo'n 10 appelsoorten, de windgaardappelboom, de paradijsappelboom, de blomzoete appel. Daarnaast meldde hij ook allerlei perensoorten. U ziet, er staan nog steeds vruchtbomen in de tuin van de pastorie van 't Woud. Het zijn zelfs oude rassen. Overigens, over deze tuin is nog een bijzonder verhaal bekend. Het staat in het kerkenraadregister. In de marge is geschreven vleeselijke conversatie. Dat maakt nieuwsgierig. Wat is het? De dominee had gemerkt in de 18e eeuw dat zijn dienstmeisje zwanger was geraakt. Ze was niet getrouwd, had geen vaste vriend. Wie zou de dader zijn? Ze verdachten de tuinman Jan Heesterman. Die kwam 1 keer per week de tuin doen. Op de dag dat hij hier weer langs zou komen, kroop de dominee met een kerkenraadslid in het kippenhok om het gesprek tussen die twee aan te horen. En inderdaad, dat gesprek ging over de komende geboorte. En nadrukkelijk werd erbij gezegd door Jan, vertel mijn naam niet. Op dat moment kwamen de dominee en zijn kerkenraadslid uit het kippenhok naar buiten. En ze wisten wie de maker, de verwekker van het kind was. Een absolute must tijdens een fietstocht aan de hand van een van de fraaie fietsroutes van Midden-Delfland is ongetwijfeld koffiehuis De Hooiberg van Ineke en Jos van der Knaap. De buurtschap is een stiltegebied, dus de inwoners van 't Woud stellen het op prijs als u tijdens een fietspauze bij het koffiehuis hiermee rekening houdt. In de tweede helft van de jaren 50 van de vorige eeuw is de kerk grondig gerestaureerd.
En bij die gelegenheid is ook de doopkapel teruggebracht. Die was er sinds 1572 niet meer. De watergeuzen hebben deze kapel verwoest omdat er katholieke symbolen in verwerkt waren, zoals gebrandschilderde ramen. Ook heeft hier oorspronkelijk de grafzerk van de stamvader van de familie van de Burg gelegen. Gelukkig is die zerk bewaard gebleven. De huidige doopkapel wordt nu gebruikt als consistorie en functioneert dus weer volledig. De ouderdom van de kerk blijkt uit de gebruikte stenen. De onderkant van de toren bestaat uit zogenaamde kloostermoppen uit het vierde kwart van de 13e eeuw. Later, rond 1500, is de kerk vergroot, toen is er een nieuwe kerk gebouwd, als het ware om de oude kerk heen. Dat zien we heel duidelijk aan de zijflanken. Er is een kleinere steen gebruikt. Die kleinere steen vinden we ook terug boven in de toren. De kerk zoals we die nu zien is dus van rond 1500. In 1572 ging deze kerk over naar de nieuwe leer. Het werd protestantse kerk. Gereformeerde of hervormde kerk, namen worden door elkaar gebruikt. En in 1581 kon men hier de eerste predikant benoemen. De kerkengemeenschap was uitermate klein. Toch is het opvallend dat er wat bijzondere interieurstukken in deze kerk zijn te beleven. Heel opvallend in de kerk is het 10 gebodenbord uit 1599. En door toeval hebben we ontdekt wie de maker daarvan is. De maker blijkt nog afkomstig te zijn, zelfs uit het Woud. Hij heette Jan Corneliszoon van 't Woud en hij schreef onder zijn werk altijd Woudanus, prachtige kunstenaarsnaam. Hij heeft het bord gemaakt, we herkennen het aan de ornamenten die hij gebruikt heeft, maar ook aan zijn handschrift. Zijn handschrift komen we ook in andere schilderijen tegen. En wonderschoon is de tekst boven op het bord, het woud brandde in de liefde gods altijd. En daaronder dan kunstig geschreven de 10 geboden, de wet waar de kerkgemeenschap zich aan diende te houden. Een ander opvallend element in de Woudse kerk is de preekstoel. Oorspronkelijk was die beschilderd, maar gelukkig is de schildering bij de restauratie eraf gehaald en zien we het prachtige eikenhout. De preekstoel dateert uit 1601 en de initialen van de schrijnwerker zijn erop aangebracht. Een ander opvallend element aan deze preekstoel is de zandloper. Deze zandloper diende ervoor dat de dominee zich aan de tijd moest houden. Hij mocht bijvoorbeeld niet langer preken dan 1,5 uur. Is lang zat, denk ik. Preekte hij langer, dan kreeg hij onherroepelijk een boete. Dit is wel een heel opvallend gedenkteken waar we nu bij staan. Het is van Jacob Dirkszoon Houwaard. We zien bovenin een bebloede vissenkop. Daaruit komt een arm met een sabel. En die sabel duidt op houwen, op hakken. Dus op de naam Houwaard. En daaronder, tussen de twee zuilen, bevindt zich een tekst uit Spreuken. En die tekst wil eigenlijk mensen waarschuwen om niet verkeerde keuzes te maken. Ik sta hier bij een stukje muur, dat is een onderdeel van het voormalige koor van de kerk van 't Woud. Ook 't Woud heeft een koor aan de kerk gehad. Het was zo'n 6, 7 meter breed en zo'n 11, 12 meter lang. Helaas is dat koor gesloopt, want in 1829 werd er een wet aangenomen door de overheid dat er geen doden meer in de kerk begraven moesten worden. En daarvoor wilde men graag dan de koorplaats inrichten als kerkhof. In 1831 is helaas die sloop gerealiseerd. En dan kijk ik nog even naar die zijde. U ziet daar een, ja, het lijkt wel een klaverblad, 4 blaadjes. Maar het is een wijdingskruis. Oorspronkelijk waren er 12 uit de katholieke periode. Zat later in de protestantse kerk. Later is hij dus verplaatst. Maar steeds ging de witkalk er vanaf. En het zou volgens de katholieken uit de omgeving hier een teken zijn dat de kerk oorspronkelijk toch al bij de katholieken hoorde en opnieuw naar de katholieken toe moest gaan. Maar in werkelijkheid bevatte deze steen veel zouten, waardoor steeds die witkalk oploste. Maar het is wel een mooie herinnering uit de middeleeuwen. Het woud heeft vaak de aanduiding Rijkenwoud gekregen. De herkomst wordt bezongen in gedichten, maar ook in prenten. Op oude afbeeldingen wordt dikwijls toevoeging Rijkenwoud gedaan. Waarom? Meerdere redenen zijn aan te geven. In de eerste plaats, in de 13e eeuw was dit grafelijk bezit. Het viel onder de Hof van Delft, van de graaf van Holland, Floris de Vijfde.
Je had een rentmeester in dit gebied, Bartholomeus van der Made. En automatisch zou Bartholomeus van der Made na de stichting van deze kerk het benoemingsrecht krijgen van de pastoor. Bartholomeus hield dat recht niet zelf. Hij gaf dat terug aan de graaf met het verzoek of de graaf het aan de parochianen van Twout wilde geven. En dat is gebeurd. Uniek in de kerkgeschiedenis van Nederland. Een tweede verklaring is, en dat weten we heel zeker, dat Twout van ouds bekend stond vanwege de boter- en kaasproductie. We hebben het er eerder over gehad. En die boter en kaas gingen al heel vroeg naar het graaflijke hof, het binnenhof van Floris de Vijde, maar ook al snel naar grote abdijen en kloosters in Vlaanderen. Twout ging dus internationaal wat zijn productie betreft. Kijken we naar de boeren van Twout, die hadden gemiddeld veel meer land dan de boeren in de omgeving. Zij bezaten ook veel grond zelf. Ook dat kan weer een verklaring zijn dat we spreken over het rijke woud. Misschien kunnen we nog wel over het rijke woud praten. Sinds 1970 is het beschermd dorpsgezicht. De tijd heeft hier stilgestaan. Er zijn nog steeds boeren op het woud, maar ze zijn wat verstopt. En de oude bebouwing is overal bewaard gebleven. Uitstekend onderhouden. Het woud is sinds de restauraties van de boerderijen op zijn mooist op dit ogenblik. Een pareltje in de randstad van Nederland. Misschien wel een pareltje van heel Nederland.